telers plukken kwart minder appels. Vrije uitloop-eieren verliezen nu na 16 weken hun status. En boeren delen producten uit tijdens Nijmeegse Vierdaagse. Massey Ferguson weet al 170 jaar wat boeren beweegt. Ervaar de jongste generatie trekkers van Massey Ferguson zelf op de MF Demo Tour. De Nederlandse appeloogst is dit jaar een kwart kleiner dan vorig jaar. Dat melden de NRO en Groente-Fruithuis naar aanleiding van de oogstraming. De perenoogst in Nederland ligt 18% onder het niveau van vorig jaar. De oogstraming voor peren is 307 miljoen kilo en voor appels 233 miljoen kilo. De oorzaak van de oogstreductie is de nachtvorst en het koude voorjaarsweer. Vooral telers in het zuiden van het land verwachten minder te plukken. In Zeeland en Zuid-Limburg konden telers in vergelijking met Gelderland en Flevoland veel minder beregenen als bescherming tegen de vorst. LTO Pluimveehouderij is teleurgesteld in het voorstel van de Europese Commissie dat vrije uitloop-eieren nu na 16 weken hun status verliezen. Eerder was dat 12 weken. Het is in ieder geval een verbetering, maar onze vraag was om de termijn langer te maken, omdat de afgelopen oproepplicht heeft 22 weken geduurd. En de reden dat we graag het verlengd zien, is vooral dat het segment geen schade oploopt. Dus het gaat ook om individuele schade. Maar als er zo lang geen vrije uitloop eieren in het winkelschap liggen, dan merk je dat de markt verloren raakt. Door de ophokplicht hebben vrije uitloop eieren ongeveer 25% marktaandeel verloren. Nou ja, vooralsnog wel teleurgesteld, maar we zagen het wel al aankomen dat er te weinig vraagvlak was internationaal om die termijn onbeperkt op te rekken. Wat we wel hebben verzocht vanuit Copa Cogeca om als boeren extra maatregelen treffen, dus een extra overdekte oppervlakte creëren om die kippen tijdens de ophokplicht meer ruimte te geven, maar dan wel beschermd. Om dan hebben we het verzoek ingediend om dan toch meer rekken in die periode te hebben. Dus om dan eventueel naar 20 weken te gaan of misschien zelfs onbeperkt. Maar daar hebben we nog geen antwoord op. De koude melk, kwark, vlees en andere boerenproducten gingen er donderdag goed in bij de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. De uitdeelacties van de ZLTO-afdelingen Rijk van Nijmegen en Land van Kuik Noord is inmiddels een traditie geworden. Ja, we staan hier nu voor de zevende keer met de Vierdaagse om producten van de agrarisch uit te delen. En dat wordt door de wandelaars zeer gewaardeerd. We hebben gisteren zelfs een reactie gehad van alle boeren die komen in de hemel. En zeker die hier vandaag staan, dat vond ik wel een van de mooiste quotes gisteren. Ook de roze geverfde en hardgekookte eitjes van de Maggies vielen in de smaak op de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. Wij zijn hier bij de Nijmeegse Vierdaagse en wij delen hier eitjes uit. En dat doen wij om, wij zijn de Maggies. En wij promoten het Nederlandse ei- en de pluimveesector. In deze dagen is er zeker 4 ton aan boerenproducten uitgereikt. Gisteren was nog weer een keer de uitkomst dat de gemiddelde Nederlander 7,7 geeft aan de boeren. Nou, dat vond ik toch wel. Maar juist deze acties die dragen daartoe aan bij, hè? Dus dat je goede draagvlak in de maatschappij blijft houden. Bij fruitteler Frederik Bunt in het Betuwse Slijk-Ewijk oogsten werknemers de eerste pruimen van dit seizoen. Het is een spannend jaar voor de pruimentelers, omdat afgelopen voorjaar veel bloesem is bevroren. Het gevolg is een flink kleinere oogst. Begin juli start de pruimentijd en dan is op ons bedrijf is alle hands aan dek. Want wij leven van de pruimen, dus we moeten dan in een week of 7-8 tijd moeten wij onze oogst binnenhalen en in de markt zetten. Bunt verwacht landelijk een oogstverlies van tussen de 30% en 40%. De oogst is wat gereduceerd door de nachtvorsten in het voorjaar. Dus de oogst is wat kleiner. Dus niet dat er geen oogst is, maar is zeker gereduceerd. Ja. Om voldoende te verdienen moeten de pruimenprijzen hoog genoeg zijn. Op dit moment is dat het geval. Dit moment zijn de prijzen hoog omdat de aanbod is minder. Zeg maar. Dus de prijzen zijn vrij hoog. Het is niet zo dat er geen pruimen zijn. Dus het zal wel fluctueren dit jaar een beetje de prijzen. Maar ik verwacht een iets hogere prijs als de gangbare jaren. Ja. Dutch Soy organiseert op 30 augustus een internationale open velddag voor de teelt van soja in Europa. Dit gebeurt op de onderzoeklocatie van PPO in Lelystad en in samenwerking met onder meer Agriform.
Tijdens dit evenement is veel aandacht voor de nieuwste rassen die de teelt van soja ook in meer noordelijke klimaatstreken interessant moeten maken. Naast de verwerking tot diervoer is er ook aandacht voor de humane consumptie van soja. Dutch Choy demonstreert op de open dag onder meer een oogstmachine om verse sojapeulen te plukken. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl. Massey Ferguson weet al 170 jaar wat boeren beweegt. Ervaar de jongste generatie trekkers van Massey Ferguson zelf op de MF Demo Tour.